Welkom bij Praatje Politiek. We hebben het over de Rekenkamercommissie. Op 24 april ontvingen we een persbericht als volgt. Rekenkamercommissie start onderzoek naar Plan Zuiderzee in Bunschoten-Spakenburg. Ik heb het over de Rekenkamercommissie Vallei en Veluweland. Veluwe-rand, moet ik zeggen. En aan tafel zit de voorzitter van deze Rekenkamercommissie die uitleg geeft wat hij al zo gaat doen met zijn mensen. Jan van Dort, meneer van Dort, welkom hier in de studio. Dank u wel. Waar we natuurlijk in eerste aanleg even benieuwd naar zijn, en waarschijnlijk weet niet iedereen die kijkt wat dat precies is, de Rekenkamercommissie. Kunt u aangeven wat u doet? Ja, een Rekenkamercommissie is een, in uw geval een commissie van onafhankelijke deskundigen. Die bestaat uit op dit moment 5 leden, waaronder de voorzitter ik mag zijn. En die wordt geassisteerd door 2 onderzoekers die parttime aan ons verbonden zijn. Dus zeg maar 40 uur in de week. We zijn formeel gehuisvest in het stadhuis van Barneveld. Maar we werken dus thans voor 9 gemeenten. En onze taakopdracht wordt gegeven eigenlijk door de gemeenteraad. We worden ingesteld door de gemeenteraad. En het budget wordt beschikbaar gesteld ook door de gemeenteraad. In uw geval 1 euro per inwoner. En voor dat bedrag leggen wij verantwoording af in de zin dat we onderzoek hebben gedaan voor de gemeenteraad. Dus we zijn een onderzoeksorgaan van uw gemeenteraad, maar onafhankelijk van uw gemeenteraad. En dat onafhankelijke betekent eigenlijk dat we weliswaar naar uw gemeenteraad luisteren, maar dat we onafhankelijk ons oordeel kunnen vellen en dat we onafhankelijk een onderwerp kunnen bepalen. Bepaalt de gemeenteraad wat u doet en wanneer u iets doet? En nou, de uitslag wil ik daar nog niet over hebben, maar wel, wat is de invloed van onze gemeenteraad op uw functioneren? De invloed is dat ze 1 keer in de 6 jaar de griffiers opdracht geeft om het functioneren van de rekenkamer zelf te evalueren. Zij stellen het budget beschikbaar, dus als ze heel stoutwillend zouden kunnen zijn, dan maken ze het budget van 1 euro, maken ze er een cent van. Nou, dan kan je ook niet veel meer, dan ben je een zogenaamde slapende rekenkamer. Alleen, dan zou de minister kunnen optreden. Voor de rest zijn wij onafhankelijk. Dus wij rapporteren alleen aan de gemeenteraad. We worden ingesteld door de gemeenteraad en ze kunnen onderwerpen aandragen. Maar dat kunnen burgers ook. De oorsprong van het ontstaan van de Rekenkamer is, de Rekenkamercommissie is het dualisme geweest in 2005. Vindt u dat een goede ontwikkeling? Het dualisme of het instellen van... Nee, de Rekenkamer. Dualisme, daar kunnen we niet zo heel veel aan veranderen. Maar in die slipstream is ook die Rekenkamercommissie ontstaan. Ja. En ik denk, kijk, het is een beetje los van wat ik ervan vind. Er is een onderzoek gedaan, ik dacht door bureau Berenschot, 2 jaar geleden. En er is de effectiviteit van rekenkamers en het functioneren van rekenkamers in Nederland onderzocht. En daarin is tot uitdrukking gekomen dat de meeste rekenkamers, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, goed functioneren en conform doel. Ja. Want we kennen in het land natuurlijk wel de Algemene Rekenkamer, waar je minister-president Rutte wel over hoort, of andere Kamerleden. Is het een belangrijk orgaan? Hebben zij invloed in dit geval op het functioneren of het functioneren van de plaatselijke gemeenteraad, politiek? Ja, dat zou kunnen. Kijk, wij komen onafhankelijk tot een bepaald oordeel of onafhankelijk tot een bepaald onderzoek. Wij doen dan aanbevelingen aan de raad. Het is aan de raad om die aanbevelingen al of niet op te volgen. Ja, ja. Dus eventjes die integriteit, hè? Dat is een belangrijk issue van de Rekenkamercommissie. Integriteit wil zeggen zonder last of ruggespraak, je bent onafhankelijk, hè? Er staat ook doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid. Jullie doen zoals jullie het doen. Dat is correct. Kijk, nou ja, u ziet mij, ik heb een bepaalde leeftijd, ik heb een bepaald inkomen, ik ben niet afhankelijk hiervan. Of nog anders, als jullie me wegsturen, prima. Want er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken. Degene die betaalt, bepaalt. Is dat op de Rekenkamercommissie van toepassing? Dan betalen ze slecht. Ja, ja. En wij presteren goed. Ja. Het is niet zo dat zij bepalen wat u doet. Wel volgens de letter van de wet, zeg maar. Jullie hebben een bepaalde rol. Doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Maar niet zo van ik zou een beetje dit of ik zou een beetje dat. Nee, het enige wat...
waar ze mee aan de haal kunnen gaan is met de eindconclusies van het rapport, de aanbevelingen die daarop gebaseerd zijn. Dus de raad zou kunnen zeggen, en dat is des politieks, dat zijn geen goede aanbevelingen of een deel van de aanbevelingen vinden we niet goed en nemen we niet over. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar het zou kunnen. Goed, even naar ons geval, zeg maar. Als ik het allemaal heb begrepen, is het ontstaan door een motie van de KAP tijdens de algemene beschouwingen vorig jaar. 4 juli 2013. Daarin min of meer heeft de KAP gezet dit onderzoek bij voorkeur te laten uitvoeren door de Rekenkamercommissie. Is dit, laten we zeggen, uw start geweest? Is dit uw opdracht geweest? Nee, geen opdracht. Dit is een verzoek geweest van een gemeenteraad. Wij zijn toen in contact getreden met vertegenwoordigers van de gemeenteraad. En we hebben gevraagd wat ze specifiek bedoelen. Toen hebben wij op enig moment geschreven, dan denken wij dat we het zo moeten aanpakken. Als jullie dit onderzoek willen. Toen zeiden ze, ja, die kant willen we uit. En op basis daarvan hebben we een onderzoeksvoorstel geschreven. En in dat onderzoeksvoorstel staat onder andere over een tijdje welke documenten we opvragen of krijgen en welke mensen we spreken. En aan die begeleidingsgroep van alle fracties dus, de gemeenteraad, hebben wij tevens gevraagd van geef aan of we nu de juiste documenten hebben en of we de juiste personen spreken. En zo nee, geef aan wat we missen. Ja. Is dat, want hier in het persbericht staat ook op verzoek van de gemeenteraad Bunschoten-Spakenburg gaat de Rekenkamercommissie onderzoeken of de gemeenteraad op de juiste wijze betrokken is geweest bij de besluitvorming over het plan Zuiderzee. Is het dan zo dat u vervolgens de opdracht verder uitfileert van bedoelen jullie dit? Ja, dus kijk, vaak zit er achter een vraag een diepere vraag. Dus je vraagt dan even door, wat bedoelen jullie dan precies? Wat is er dan misgegaan? Waar denken jullie aan? En dan probeer je voor jezelf op een rij te zetten wat een goede onderzoeksvraag is en wat een goede onderzoeksaanpak is. Hoe gaat dat nou verder? Hè? Want het gaat hier nog even over dat persbericht, een periode van 1999 tot 2013. Nou, dat is de belangrijkste ontwikkelfase geweest van Plan Zuiderzee. Hoe gaat dan zoiets in zijn werk? Wat zijn uw eerste dingen die u gaat doen? Nou, het eerste is nu documenten opvragen, dat is overigens al gebeurd. En die documenten bestuderen op grond van je onderzoeksvoorstel. Dus daar zitten in onderzoeksvragen en daar zitten normen in. In ieder geval aanzetten tot normen. Dan heb je eigenlijk voor een flink deel je conclusies al getrokken. Want datgene wat op papier staat, is datgene wat feitelijk is gebeurd. Wat met enige zekerheid dat je dat kan staven. Dan doen er zich vragen bij je op of er zitten leemtes in. En die leemtes probeer je te vullen door met mensen in contact te treden. Dus interviews te houden en te zeggen van, ja, dit hebben we gevonden. Klopt dit niet? Moeten we dit welke context moeten we dit lezen? Hoe komt dat nou? En nou, daar krijg je weer antwoord op. Of er komen aanvullende documenten. Of men zegt, nou, misschien moet je dan met die eens praten. Want die heeft daar een verfrissende kijk op. Nou, dat zou kunnen. Is het ook zo dat u zelf bepaalt wie u uitnodigt? Want ik kan me voorstellen, u bent niet van hier, laat me het eventjes zo roepen. Het plan Zuiderzee heeft u misschien nog nooit van gehoord en nu in één keer wordt het een issue voor u? Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik ben 2 weken geleden ben door het plangebied gelopen, gewoon om kennis te maken, om te weten wat het is. Voor de onafhankelijkheid is het misschien wel erg goed dat ik niemand ken. Nee, dat is inderdaad een plus. Ja. Dan krijgt u allerlei documenten, maar hoe weet u nou dat u alle documenten heeft gekregen? Dat weet ik niet. Het enige wat ik weet is dat ik heb verzocht alle relevante documenten aan te leveren. Dat alle politieke partijen kunnen weten welke documenten ik aangeleverd heb gekregen. Dat alle geïnterviewden ook zo'n lijst krijgen. Ook die weten welke documenten ik heb gehad. En steeds is het de vraag, heb ik alle documenten volgens jullie? Want het kan natuurlijk makkelijk zijn, en dan ga ik eventjes kwaad denken, dat een aantal documenten niet worden meegegeven. En dat een aantal namen van die erbij betrokken zijn niet worden aangereikt. Hoe komt u erachter dat u, laten we zeggen, alles heeft en alle namen te pakken heeft? Nou, er zit natuurlijk wel een logica in de opbouw, hoop ik, van het plan Zuiderzee. Dus een begin en een eind. En als er stukken tussenuit zijn, valt dat op. Dat is in elke geschiedschrijving, als er gewoon documenten ontbreken, ga je vragen waarom ontbreekt zo'n belangrijk document. En dan komt die of boven tafel, of
hij is er echt niet. En dan is het natuurlijk ook heel vervelend. En dat zijn belangrijke documenten, de besluitvorming in de gemeenteraad. Want dat kan me voorstellen, dat zijn belangrijke documenten of verslagen. Bijvoorbeeld. Maar natuurlijk ook datgene wat gedaan is door het grondbedrijf. Want er moeten rekenmethodes zijn en rekenmodellen om die GREKS, laten we zeggen, dat plangebied, om die in financieel in kaart te brengen en in risico's in kaart te brengen. Het moet ook in uw jaarrekeningen staan. De accountant moet er naar gekeken hebben. Dus die documenten moeten er zijn. En u heeft mensen in uw crew zitten die daar verstand van hebben? Ja, wat grondbedrijf betreft hebben we recent onderzoek gedaan voor Nijkerk, voor Leusden en voor Woudenberg. En we huren ook externe expertise nog in. Ja, ja. Heeft u ook een vraagteken bij waarom 1999 wordt geroepen en niet, nou, laat ik zeggen 98? Of gaat u daar niet zo ver? Nee, kijk, het is al een redelijk ruime periode. Als het moet en we krijgen de indruk dat dat veel beter is, dan zullen we best dat halve jaar ervoor meenemen. Ik bedoel, het is een redelijk kunstmatige scheidingslijn, maar je moet ergens zeggen, daar beginnen we en daar eindigen we. Want anders is het een gebed zonder end. Is het nu al een project waarvan je zegt, of waardoor het is aangedragen, van daar zit vast wel een luchtje aan? Nee, en degene die dat denken, dat luchtje, dat kan een ander luchtje zijn. Wij hebben wel eens meer meegemaakt dat een gemeenteraad de gedachte had dat een andere partij iets fout had gedaan, maar dat de fout bij hunzelf lag. Dat is ook een boemerang die terug kan komen. En het kan er ook uitkomen, en dat hebben we ook gehad, dat je moet zeggen, ja, jullie waren verontrust, maar je had het kunnen weten. Je bent misschien zelf slordig geweest door het niet goed te volgen. Maar het is keurig verantwoord. Ook dat kan. Ja. Welke consequenties kunnen er aan uw rapport kleven? Op den duur is het af, is het klaar, wordt het beschikbaar gesteld. U houdt een persconferentie, overal camera's en fotografen. Kunnen daar ambtenaren worden aangewezen? Kunnen daar raadsleden aangewezen? Kan er daar bouwers? Kunnen daar grondbezitters? Kan daar een wethouder? Wethouder van de groep, voormalig wethouder van de groep, is geen wethouder meer. Hoe ver gaat dat? Hoe ver gaat zoiets? Kan ik nu niet zeggen. Ik ga er onbevangen in. Dus ik ga uit van nul. Er kan uitkomen dat iemand een geweldige fout heeft gemaakt. Nou, dan zal dat opgeschreven moeten worden. Maar met enige mildheid. Het is natuurlijk wel zo dat je terugkijkt met de wijsheid van nu. Dat is een erg makkelijke wijsheid. In die tussentijd is de economie echt veranderd en de rentestand is uiteraard ook veranderd. De vraag van de mensen is veranderd en daar moet je ook rekening mee houden. Je kan niet uitgaan van de wijsheid van nu dat ze dat hadden moeten hebben in 1999 bijvoorbeeld. Dus die mildheid moet je opbrengen. Neemt u nu een voorschot op de uitslag? Nee, absoluut niet. Tenminste, ik hoop niet dat u dat gehoord hebt. U zegt van ja, maar de wereld is veranderd, de wereld draait door, het is van toen en nu. Dus ach, we knuffelen elkaar een beetje en we gaan weer gewoon door. Nee, kijk naar het onderzoeksvoorstel dan, zou ik zeggen. Daarin zeggen wij, we kijken van of je in beeld hebt gebracht welke doelstellingen je had. Of je in beeld hebt hoe je de financiën hebt uitgerekend en of daar een zekere logica in zit. Hoe je de risico's van het project hebt ingeschat en of daar een zekere redelijkheid in zit. En of je dat in de loop der tijd goed hebt gevolgd. Dus als je de doelstellingen hebt veranderd, heb je dat helder aangegeven. Heb je dat helder verwoord in de financiële verantwoording. Heb je dat helder verwoord in je risicoanalyse. En heb je dat gepresenteerd aan de gemeenteraad, zodat die had kunnen weten. Dat is de consequenties van dat besluit. Ja. Politieke consequenties, dat is op zich een hele bijzondere. We hebben net de verkiezingen achter de rug. De verantwoordelijk wethouder die in de verkiezingsperiode behoorlijk werd aangevallen over de transparantheid en het hele project Zuiderzee, is geen wethouder meer. Is het dan toch niet een beetje sigaar uit eigen doos van ja, ach, we doen een plas en alles bleef zoals het was? Dat moet u aan uw raadsleden vragen. Ik kan nog niet zeggen wat de uitkomst is en of zij een plas doen en er niets mee doen, wat ik tegen die tijd mag opschrijven, ja, dat kan ik u thans niet vertellen. Tot nog toe zijn we serieus genomen. Ja, ja. Oh, dat is een hele goede zaak.
Even kijken, we hebben u bent net begonnen. Hoeveel uur en hoeveel de toestanden gaan er allemaal? Is dat dagen werk, overuren, druk opbouwen, enorme budgetten? Want ze zijn hier nogal van, ieder adviesbureau is er eentje en liever niet. Nee, dat zal ernstig meevallen. Als ik gokken moet, zal het omstreeks de 15.000 euro kosten. 15.000 tot 20.000. Dat is natuurlijk relatief goedkoop. Er zit vrij veel werk in de zin van alle documenten moeten gelezen worden. Dan moeten er aan de hand van de documenten voorlopige bevindingen worden opgesteld. Met die bevindingen moet je vragenlijsten maken, moet je enquêtes houden, moet je een rapport schrijven, moet je het rapport terugleggen in de zin van staan daar fouten in. En op enig moment moet je ook de conclusies en de aanbevelingen schrijven. Dus het is best veel werk. En wij zitten er niet om, laten we zeggen, dat geld te verdienen. Integendeel, mocht halverwege blijken dat het echt een luchtbel is, dat het een verzoek is dat niet verstandig is en waar echt niks uitkomt, dan ga ik terug naar de leden van de gemeenteraad en zal tegen die leden gezegd worden, kijk, dit zijn de voorlopige bevindingen. We kunnen natuurlijk doorgaan, ijzeren heilig, dan maken wij het geld op, maar het lijkt ons niet verstandig. Nee. Weten wij eind 2014 meer? Ja. Dat is het. Een laatste vraag is, u gaf aan van we gaan mensen horen, we gaan documenten lezen. Als er nou iemand kijkt naar dit programma die zegt van maar meneer Van Dort, mag ik ook op het lijstje? Want ik heb ook iets te vertellen. Hoe werkt dat dan? U mag, als u nou even aanklikt, de website van Vallei en Veluwerand, dus de Rekenkamercommissie, die zal ook op de website staan van de gemeente. Dan ziet u er een contactadres en daar kunt u zich opgeven. Wat horen wij tussen nu en eind 2014? Niet veel. In die zin dat wij ons werk doen in stilte. En medio september denk ik dat het rapport in concept gereed is. Dan wordt het teruggelegd bij alle mensen die we gesproken hebben in de zin van staat er een fout in? Nou, staat er echt een fout in, dan zullen we gemotiveerd aangeven of we hem overnemen en hoe we hem overnemen. Vinden we dat het geen fout is, maar dat het gewoon een wens is om te veranderen. En we vinden dat niet gepast, dan veranderen we het niet. Maar dan zeggen we dat ook. Op dat moment is het rapport definitief. Dan kan niemand er ook meer iets aan veranderen. En dan pas voegen wij toe conclusies en aanbevelingen en een samenvatting. En dan sturen we het naar de gemeente, eerst naar het college van BMW. En dan vragen we om een reactie van het college van BMW. En dan vragen wij aan hen om zich voornamelijk te concentreren op de samenvatting, de conclusies en de aanbevelingen, omdat wij vinden dat het rapport vaststaat. Dus het heeft geen zin om te zeggen op bladzijde 3, dat ja, is prima, maar dat is het. Dat zijn de conclusies die getrokken zijn. En dan niet omdat wij de mening van het college ook willen weten, maar het is voor de raad heel makkelijk dan om te starten met de behandeling van het rapport. Dan hebben ze wat wij vinden, dan hebben ze wat het college vindt ervan. En dan mogen zij kijken wat ze relevant vinden of niet relevant vinden. Ja, u nodigt mij toch nog uit voor een andere laatste vraag. U zegt ik leg het voor aan het college. Maar dan zegt het college, meneer Van Dort, die passage in bladzij 12, dat lijkt ons niks. Kunnen we dat een beetje anders formuleren? Nee, dat kan niet meer. Want ik heb u net gezegd van op het moment nadat we de respondenten hebben gevraagd, staat er een foutje in? En dan bedoelen we een taalfoutje meer. Hè? Nee, ook. Maar meer in de zin van, zoals we hebben gezegd, van het is gebaseerd op een motie. Kamerbrede motie van de raad. Ja. Mocht dat niet het geval zijn en iemand zegt, ja, maar één partij deed niet mee. Nou ja, hebben ze gelijk en dan verander je dat. Dus het gaat meer om, zit er een feitelijke onjuistheid in? Hebben we iets verkeerd overgenomen? Op het moment dat men zegt, dit is het. Dan is het dit en dan kan niemand er meer wat aan veranderen. En dan pas voegen we de conclusies en de aanbevelingen. Dus die geven we ook pas later om niemand in de verleiding te brengen om voor ons de conclusies te formuleren. Ik heb alle vertrouwen in uw onafhankelijkheid. Meneer Van Dort, ik vond het prettig dat u hier was. Het gaat over de Rekenkamercommissie die het plan Zuiderzee gaat onderzoeken. Het is even wat radiostilte, maar ze komen ongetwijfeld naar buiten om te vertellen hoe het is gelopen. En met name of de gemeenteraad goed is geïnformeerd. Dit was Praatje Politiek. Tot een andere keer. Dag.